Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. En in deze video ga ik weer een 10 euro challenge doen. Want mijn laatste 10 euro challenge die was in de Albert Heijn. Daarbij kocht ik dus voor 10 euro mijn weekboodschappen bij de Albert Heijn. En gaf ik jullie drie maaltijdtips, of eigenlijk drie dagen tips, wat je er allemaal mee kan doen. Deze video werd echt waanzinnig goed ontvangen, echt. Nou ja, ik ben er nog steeds een beetje van onder de indruk hoe vaak deze video is bekeken en hoeveel vegan fitties erbij zijn gekomen op mijn kanaal. Dus als je nieuw bent op mijn kanaal, welkom. Mijn naam is Jetske en ik maak video's over onder andere veganistisch eten. Ik doe eigenlijk gekke eetchallenges, maar ik volg ook eetdagboekjes van andere mensen. Eigenlijk allemaal om te laten zien hoe leuk en divers veganistisch eten is en helemaal niet saai en aan worteltjes knagende vegans zijn. Maar in deze video ga ik weer voor 10 euro mijn boodschappen doen, mijn weekboodschappen wel te verstaan. En op verzoek van jullie ga ik dit op de markt doen. Ik ben heel erg benieuwd of ik mijn weekboodschappen allemaal kan halen op de markt. Of het me gaat lukken, dat zie jij in deze video. Nou jongens, hier achter mij is dus de markt. En ik ben heel benieuwd of het mij gaat lukken om met dit tientje mijn weekboodschappen te doen. Dit wordt of een week lang hongerrijden, of een daverend succes. Ik heb geen idee. Goed, ik ben terug van de markt. En ik was hier al een beetje bang voor. Want ik weet dat de markt heel erg goedkoop, wil ik niet zeggen. Maar echt wel goed betaalbaar is. En zeker voor mensen met een laag budget echt een uitkomst is. Vooral als je op het eind van de dag op de markt bent. En zeker bij verse groenten en fruit. Die moeten dan weg. En dat wordt dan eigenlijk voor een prikkie verkocht. En ik heb vooral het idee dat dat gebeurt in grotere steden. Ik heb wel eens video's gezien van andere YouTubers die dan echt naar de markt in Rotterdam gingen. Nou, die dan echt gewoon bij de groentekraam aan het eind van de dag gewoon groente en fruit gingen rapen wat dan werd weggegooid. Nou, dat is gewoon gratis groente en fruit. Maar ja, ik woon in het Gooi. En in het Gooi, daar zijn voornamelijk biologische markten. Of tenminste, het was niet een 100% biologische markt, maar 80% van de kraampjes waren biologische kraampjes. En hoewel ik biologisch waanzinnig stimuleer, is dat, zoals ik ook al zei bij de Deen-video, niet heel erg budget. En zelfs de niet-biologische groenteboer was zeer, zeer prijzig. Ik merkte dat ik zo van slag was. Ik heb echt maar wat gedaan. En ik heb geen idee of ik hier een week van kan eten. Ja, ik kan hier een week van eten met hetgeen wat nog in mijn voorraadkast zit. Ik denk dat deze challenge gaat falen. Ik ga jullie in ieder geval meenemen met wat ik heb gekocht. En natuurlijk hoe lang ik ervan kan eten. Ik wil altijd mijn basis in eerste instantie bij een budget, wil ik zeg maar mijn koolhydraten hebben. Dus pasta, brood, rijst of havermout of whatever. Dat ik gewoon weet, oké, één pak rijst kan ik een hele week van eten. Één pak pasta kan ik ook een hele week van eten. Één pak havermout. Weet je, dan heb ik gewoon dat gecoverd. Het goedkoopste havermout wat ik vond was 95 cent. In de supermarkt is dit 50 cent. Echt waar mensen, het is echt om te huilen dit. Nou, toen ben ik maar meteen doorgegaan naar de groente- en fruitboer. Want ik dacht, nou ja, dan maar op aardappels leven of zo. Dus die heb ik ook onder andere gekocht. Maar natuurlijk kan deze vegan fit girl niet zonder bananen. Dus wederom weer 7 bananen. Die heb ik in ieder geval. Ik denk dat ik aan het eind van de week alleen maar 1 banaan eet. Oh jongens, ik lach maar. Het is echt om te huilen. Ik heb champignons. Wat is dit? Dit zijn witte champignons. Voor 89 of 98 cent. Nou, volgens mij zit er minder in dan een normaal doosje. En is het dus duurder. Verder vond ik dit uber schattige pompoenetje. Dan mijn 2 kilo aardappels. Ik ben ook benieuwd hoe lang ik daarvan kan eten. Ik denk ook nog wel een tijdje. Nou, dus de laatste paar dagen eet ik aardappels en banaan. Een courgette. Dit is echt erg dat ik nu al het laatste eruit ga halen. Dat is namelijk witlof. Ik kijk ook echt in mijn tas op de hoop dat er nog iets in zit. Maar
Dus uiteindelijk heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dingen gehaald. En bij de groente- en fruitboer was ik dus €8,85 kwijt. Nou ja, en dan dus nog die havermout van 95 cent. Is dit een grap of om te huilen? Maar goed, laten we het positief behouden. We zullen zien hoe lang ik hiervan kan eten. Is het een dag? Is het een week? Je zal het zien. Vreselijk. Oké, lieve vegan fitties. Het is inmiddels zaterdag. Op donderdag deed ik mijn boodschappen op de markt. Je hebt gezien hoe bijzonder veel ik kon kopen van €10. Nat. Het was zelfs zo erg dat ik gisteren ineens bedacht, ik heb überhaupt geen enkele bron van eiwitten gekocht. Nou heb ik enigszins altijd eiwitten op voorraad in huis. In die zin dat ik bijvoorbeeld een pak gedroogde linzen heb. Dus mijn gedachte was eigenlijk allereerst, ja, met de producten die ik in huis heb, red ik het wel met wat ik heb gekocht op de markt. En toen dacht ik, weet je wat, laat ik eerst tegen jullie zijn. Ik ga gewoon deze week koken met niet alleen de producten van de markt, maar ook de producten in mijn voorraadkast. Nou heb ik niet een gigantische voorraadkast van hier tot de hoek en terug. Maar ja, ik heb genoeg om in ieder geval een week te overleven. Om het toch binnen de perken te blijven houden en mezelf uit te dagen, ga ik maaltijden maken van slechts 5 ingrediënten en maximaal 2 soorten kruiden. Peper en zout even uitgesloten. Om jullie zo te inspireren dat het dus ook helemaal niet zo uitgebreid hoeft met 300 soorten kruiden en poespas en hysterie. Het zullen dus niet geweldig insta-proof maaltijden worden die er allemaal hysterisch gelikt uitzien. Nee, absoluut niet. Daarnaast wil ik nog even een disclaimer geven. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je deze week gewoon klakkeloos overneemt. Weet je, het is niet een voorbeeldmenu van nou, dit moeten we met z'n allen eten en dan worden we hyper gezond. Nee, absoluut niet. Ik wil jullie juist inspireren hoe je met minder geld toch lekker kan eten en ook gezond. Daarom zal ik ook bij elke maaltijd de macro's neerzetten en de prijs. Zodat je dus weet hoeveel het ongeveer gemiddeld kost. Ik zet dus ook de macro's bij de maaltijden. Kan je daar nou niet tegen? Kijk dan vooral deze video niet. Ik zal niet de totaal macro's neerzetten, zeg maar dagtotaal. Dus misschien kan dat al helpen. En dan de laatste disclaimer. Ik ben gisteravond uit geweest. Dan denk je, Jetske, zie ik eruit alsof het me iets kan interesseren. Nou, misschien ook helemaal niet. Maar de reden dat ik het zeg is dat ik vanochtend om 10 uur wakker ben geworden. Meteen daarna, of bijna meteen daarna, ben gaan hardlopen. Het is inmiddels 2:30 en ik moet nu nog gaan eten. Nou, normaal gesproken heb ik om 2:30 mijn lunch. Nu dus, ja, mijn ontbijt. Of hoe je het ook wil noemen. En daarom ziet mijn 5 ingrediënten budgetmaaltijd er als volgt uit. Een doosje blauwe bessen, chiazaad, haverdrink, havermout en een banaan. En ik tover dat om in een heerlijk havermoutpapje. En dit is dan maaltijd nummer 1, 5 ingrediënten. En mocht je nieuwsgierig zijn, de voedingswaarde en de prijs komt nu in beeld. Maaltijd 2, mijn 5 ingrediënten restjes curry. Ik had nog restjes bloemkool over, deze ga ik helemaal opmaken. De tofu ga ik helemaal opmaken. Dit wordt 50 gram rijst, een eetlepel currypasta en ik heb nog 300 ml kokosmelk over, dus ook die gaat er doorheen. Tadaa! En dit is dan weer de maaltijd geworden. Hij ziet er niet heel kleurrijk uit, maar ja, dat heb je dus als je budget wil eten. Dan krijg je niet de meest kleurrijke maaltijden. Anyhow, de maaltijd macro's laat ik nu weer even zien in beeld. En daarnaast ook hoeveel die mij heeft gekost. Ook al was het natuurlijk een restjesmaaltijd. Mijn volgende 5 ingrediënten ontbijt bestaat uit havermout. Dit keer ga ik 50 gram doen. 1 eetlepel chiazaad, een banaan, een restje pindakaas en haverdrink. Ik ga dit eigenlijk allemaal mixen in deze pot. Lekkers was ook geweest als die overnight was. Maar ja, daar had ik even geen tijd voor. Dus ik ga het nu even mixen. En zo ziet het er dan uit. En hierna is dus de pindakaas op. En deze melk is ook bijna op. Dus ja, zo gaat mijn voorraadkast wel leeg. En dit wordt mijn volgende 5 ingrediënten maaltijd. Ik ga pompoensoep maken. Deze pompoen had ik nog over. Nou, die heb ik dus gekocht van de markt. Het wordt overigens een recept voor 6 lunches, als het goed is. Ik heb hier dus nog linzen over.
pasta ga ik er doorheen doen voor de extra koolhydraten. Natuurlijk is pompoen ook al koolhydraten, maar hey. Een runner kan nooit genoeg koolhydraten hebben. Nou ja, linzen voor de eiwitten, ui, knoflook, peper, zout, paprika poeder en kurkuma. En dat wordt dan mijn recept. Eigenlijk ga ik het heel simpel doen. Ui bakken, knoflook bakken, pompoen erbij, linzen erbij, water laten koken totdat het zacht is, pureren. En ondertussen de pasta koken en die er gekookt en wel in doen. Oké, let niet op de troep, maar met gemak haalde ik er 5 bakjes uit. Dus voor maandag tot en met vrijdag heb ik lunch. En natuurlijk ook voor vandaag. Voor mijn avondeten kies ik een 5 AVG. Moment, of VAG, ik weet dus niet de afkorting hiervan. Maar goed, want bij AVG denk ik altijd aan de privacy. Je ziet trouwens hoe goed de kwaliteit is van de markt. Ja, je ruikt het allemaal niet, maar deze aardappel is verrot. En het raakt dat je denkt, nou, fantastisch. Ik ga in ieder geval 300 gram aardappels. 100 gram linzen, deze had ik nog in huis. En van die linzen maak ik een burger met ook meel. En ik ga dan een soort van witlofsalade maken met denk ik 1 stronk of 2 stronken witlof en rozijnen. Met 50 gram gedroogde linzen en 2 eetlepels volkoren meel kan je niet 2, maar 3 kleine burgertjes maken. En ja, ik ga ze alle 3 nu opeten. Verder ben ik iets enthousiast geweest met de rozijnen. En heb ik als kruiden nog appelsiederazijn gebruikt en ras el hanout voor door de burgers heen. En dit is dan mijn volgende 5 ingrediënten maaltijd. Ik ben echt, oké, ik weet niet of je dit van jezelf mag zeggen, maar ik ben echt goed in deze challenge. Nou ja, het is pas dag 2, dus we zullen zien hoe het de andere dagen gaat. Het is dag 3 van de challenge en dag 3 zal het ontbijt er precies hetzelfde uitzien als het ontbijt van dag 1. Namelijk havermout, chiazaad, havermelk, blauwe bessen en banaan. That's it. Dus in die zin blijven we daarin hetzelfde. En ook de lunch zal hetzelfde zijn. Dus ik check jullie weer bij mijn 5 ingrediënten avondmaaltijd. En de volgende 5 ingrediënten maaltijd zal bestaan uit 100 gram champignons, de helft van de courgette, 300 gram aardappels en 100 gram linzen en currypasta. Ik ga het volgende doen. Ik ga dit met z'n drieën allemaal in plakjes snijden. Dat wokken in de pan. De linzen ga ik koken. En wanneer het gekookt is, ga ik er de curry bij doen. Als een soort van sausje. En ik denk nog wat extra water, dat het gewoon wat meer bindt. Of tenminste dat het echt een beetje sausig wordt. En dat gooi ik over dit heen. Het is een soort AVG 2.0. Maar ik heb er eigenlijk best wel zin in. Ook al ziet de linzen er misschien niet heel smakelijk uit. Maar ik weet gewoon dat het lekker is, want er zit die currypasta in. En gebakken aardappeltjes zijn lekker. Gebakken courgette is lekker. En gebakken champignons zijn lekker. Dus ja, het moet wel lekker zijn. Dit keer ga ik voor een 3 ingrediënten maaltijd. Ik ga banaan, havermout en chiazaad eigenlijk gewoon weer bakken tot die koekjes. Die ik al eerder een keer, of tenminste die ik in mijn vorige budget video heb laten zien. En het resultaat. Mijn lunch wordt wederom weer een soep. Oké, ik ken toch 1 echt ultra budget recept. Nou, is het niet meer zo budget als je het zelf moet maken. Maar vroeger ging ik echt lekker op rijst met ragout. Echt super chill. Voor zover ik weet bestaat er geen vegan kant-en-klare ragout. Maar ik heb wel de ingrediënten in huis voor de ragout. En met 5 ingrediënten kunnen wij dus de rijst met ragout maken. Woep, woep. We nemen hier voor rijst 20 gram margarine, 20 gram bloem, 200 milliliter groentebouillon en champignons. Dit is echt mega lekker. Oké, het is meer ragout dan rijst, maar ga dit maken mensen. Ga dit maken. Het volgende 5 ingrediënten maaltijd zal zijn pannenkoeken en dat ga ik maken van meel, melk, bakpoeder en het ei wordt maïzena met water en een banaan als topping. En ik ga even gewoon voor 3 dagen pannenkoeken bakken. Ik heb weer even ontbijt voor de komende 3 dagen. Super chill! Omdat ik er 7 heb gebakken en ik vandaag 16 kilometer ga rennen, begin ik nu met 3 pannenkoeken. De rest van de dagen, dus donderdag en vrijdag, eet ik er dus 2. En de volgende 5 ingrediënten maaltijd zal zijn aardappels, courgette, lof. En ik ga weer een burgertje maken van
deze linzen en meel. Oké, de burger is finaal mislukt. Dat heb ik er nu maar een soort van doorheen geroerd. Het is misschien niet de lekkerste ogende maaltijd, maar ik denk serieus dat het wel lekker is. Nou, mijn ontbijt is lekker karig. Yes, jongens, de ene laatste avondmaaltijd is misschien een beetje raar. Nou ja, misschien vonden jullie alle avondmaaltijden raar. Dat kan. Ik heb namelijk zin in chips. Dat heb je wel eens. En ik dacht, ik heb aardappels in huis. Ik ga zelf chips maken. Dus dat ga ik doen van deze aardappels. Daarnaast heb ik nog wat knolselderij, had ik nog over in de vriezer. Dat ga ik roerbakken met het laatste stronkje witlof. En wat spersiebonen voor een soort wok met sojasaus. En dan dus chips erbij, gewoon omdat het kan. De chips laten nog even 20 minuten op zich wachten. Dus ik ga alvast aan dit prutje beginnen. Het is dus knolselderij met spersiebonen. Witlof en dat is nog gewokt in wat sojasaus. Oké, het is niet echt chips geworden, maar hey, het lijkt erop. Mijn laatste budget ontbijt, wederom de pannenkoeken. Ik heb er nog wat walnoten overheen gedaan. Niet heel budget, maar ja, die moet je ook kopen. Nou jongens, mijn laatste karige maaltijd. Het is niet anders. Spinazie, persiebonen, aardappels, ui en knoflook. En wederom ga ik dit weer allemaal wokken. En dit is hem dan, mijn laatste budget maaltijd. Ik heb er nog van die currypasta doorheen gedaan, die is nu ook op. Nou jongens, ik ben echt alles aan het opmaken. Yes, en met dit bordje eten sluit ik deze video af, maar niet voordat ik heb verteld waarom ik nou eigenlijk zo druk bezig ben met alles op te maken. Nou, dat is het volgende. Ik kreeg van heel veel van jullie de vraag of ik niet in plaats van een week budget een keer een maand budget wilde doen. Nou, dat leek me eigenlijk wel een keer interessant en geïnspireerd op vet gezellig. Wil ik in januari een maand lang van een bepaald budget leven? Ik ben er nog niet helemaal over uit. En daarom heb ik ook jullie hulp nodig. Want ik ben aan het twijfelen of ik voor 5 of voor 6 euro per dag een hele maand ga leven. En een hele maand is van 1 januari tot en met 31 januari. Yep. En van dat budget moet ik niet alleen mijn eten gaan kopen, maar doe ik ook mijn reiskosten. Nou ja, cadeautjes, uitjes. Als ik dus bijvoorbeeld ook huishoudelijke artikelen nodig heb, moet dat allemaal van het budget. Dus het is niet alleen eten zoals wat ik nu altijd doe bij de challenge, maar ook al het andere. Wil je nou dat ik voor 5 of voor 6 euro per dag ga leven? Laat het even hier weten in de poll. En dan zie je in januari terug hoe het mij vergaat. Ik ga zowel vlogs maken, waarin ik dus vertel wat mijn ervaring is en of ik het allemaal aan kan en dat soort dingen. En daarnaast zal er elke week ook een extra video online komen waarin ik jullie tips geef. Ik daarnaast laat zien wat ik de hele week eet, maar ook een shoplog. Nou ja, er zal van alles en nog wat voorbij komen. Die maand, dus de hele maand januari, zal in het teken staan van de budget. Net zoals dat in december de hele maand in het teken staat van Kerstmis. Maar goed, meer daarover vertel ik je woensdag. Dan vertel ik je even duidelijk wat mijn uploadschema wordt voor december en voor januari. Voor nu wil ik deze video afsluiten. Ik hoop dat je hem tof vond. Vergeet zeker niet even een duimpje omhoog te doen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Als je het nou een toffe video vond. En ik hoop je woensdag weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!